Goedemiddag, dames en heren. Hier Esther en Joop. Goedemiddag. Joop, jij zit in de Sjaaf, heb ik begrepen? Ja, wij krijgen 2 dagen Sjaaf. Dat betekent temperaturen dik in de 30 graden, tegen de 40 op sommige plekken. Maar goed, dat kan er ook nog wel bij, hè? Ja. We hebben meneer Biden gehad natuurlijk, afgelopen nacht. Die dacht, weet je wat, laat ik meneer Sinwar even in de kaart spelen door te zeggen dat ik geen wapens meer ga leveren als Israël doorgaat met Rafa. Mm-hmm. Nou, dan weet je wel hoe die Hamas erin staat. Nou, we gaan even kijken hoe zich dat helemaal uitspeelt. Ja, want er is veel oppositie in Amerika tegen. Dus, natuurlijk is er veel oppositie tegen. Ja. Lopen er nog vele tegen te hopen, ongetwijfeld. Ja, absoluut. Absoluut, want dat kan gewoon niet. Je kan niet zeggen, oké, ik ga geen wapens meer sturen en je zoekt het maar uit. Nee, maar Biden zit natuurlijk met een heel groot probleem met de verkiezingen. Waar de jongeren in de Verenigde Staten voorheen naar de stembus gingen omdat ze niet wilden dat Trump aan de macht kwam. Zijn diezelfde jongeren die geïndoctrineerd zijn op al die universiteiten nu niet meer van plan om op Biden te stemmen. En hij heeft die stemmen nodig om Biden te verslaan. Ja. Dus hij doet een knieval naar al dat linkse rapalje, als ik het zo even mag noemen, dat je hier dus gisteren ook hebt bezig gezien in Amsterdam. Ja. En daar weet jij alles van, want jij zat er middenin met Bart, begreep ik. Ik zat er met Bart middenin. Ja, ik zag de video's en foto's. En iedereen die het nog niet gezien hebt, ga even naar de timeline van Esther, zou ik zeggen. Dan zie je het hele verhaal. Ja, dat was. Ik zag vannacht nog de klok van 4 uur. Want het was echt even afdraaien van de adrenaline in het bloed. Dat kan ik me voorstellen. Want het was, we vielen eigenlijk als journalisten gezien met de neus in de boter. Ja. Bart zou gisteren naar mij toekomen omdat wij een aantal documenten moesten invullen. En wij moesten planken maken. Voor de komende tijd, hè? Gewoon planning maken van wat gaan we doen de komende tijd met het NID. En we zagen natuurlijk dat er van alles gaande was op het binnengasthuisterrein, waar de studenten naar de Troeterseiland naartoe waren gegaan. Bart, die kent Amsterdam helemaal niet, dus die zei, hoe ver is dat lopen? Ik zeg, nou, hooguit een kwartiertje. Dus Bart zegt, zullen we er gewoon even een kijkje gaan nemen? Ik zeg, nou, dat is best. Gaan we eens even kijken, polshoogte daar nemen. Toen was er in principe nog niks aan de hand, hè. Toen waren ze het alleen bezet. Ja. En wij komen op het Rokin en daar staan allemaal ME-bussen en de ME staat daar klaar. Toen zijn we de nieuwe Doelenstraat ingelopen, weet je wel, die straat daar bij Hotel L'Europe. Ja. En toen zagen we dat de ME in beweging kwam. Dus toen zijn we dat trein opgelopen, die straat links afgeslagen. En toen kwamen we midden in die protesten terecht. En Bart had gelukkig, die had een paar weken geleden een nieuwe perskaart aangevraagd. En die was op zijn oude adres terechtgekomen. En gisterochtend had de NVJ, en dat hadden ze echt heel snel gedaan. Eergisteren heeft Bart een nieuwe perskaart aangevraagd en gisterenochtend had hij die in de bus gekregen. Dus Bart heeft meteen zijn perskaart op hem gedaan. Ik had geen perskaart. Maar we zijn met z'n tweeën naar binnen gelopen. We zijn daar nog Annabel Nanninga van Ja 21 tegengekomen. Die stond daar ook. En Bart is met de ME mee door het cordon gebroken en heeft zelfs boven op het dak gestaan. Van het UvA-gebouw. En ik ben polshoogte gaan nemen Bart heeft de harde kern gezien. En ik ben eigenlijk bij de meelopers gaan staan.
Nou, het duurde natuurlijk niet lang voordat men mij herkende. Dus toen was het echt zo'n jochie van... Dit is de Israël-lobby, dit is de Israël-lobby. Oh jee. En toen begon iedereen shame, shame, shame naar me te roepen. Dus ik spreid zo mijn arm. Ik zeg, ja jongens, sorry, ik denk hier anders over, weet je wel. Ja. En op een gegeven moment kreeg ik een ontzettend harde schouderduw. Maar verder gebeurde er heel weinig tot niets. Want ik had echt zoiets van, nou jongens, jullie komen maar op. Ja. Echt, op dat moment ken ik ook geen angst. Annabel Nanninga had het trouwens hetzelfde. Die stond naast me. Dus er stonden twee van die vrouwen midden tussen die totaal hysterische studenten. En nou, Joop, het was alsof hier nog zwaar corona heerste. Want allemaal mondkapjes op. Allemaal heel veel onherkenbaar vermomd, zeg maar. Dan denk ik, joh, als jij zo staat voor wat je wil en wat je zegt, waarom zou je jezelf dan vermommen, denk ik? Ja, precies. En er wilden ook allemaal mensen met ons in discussie. Waarom wil je niet met me praten? Ik zeg, ik ga niet met iemand praten waarvan ik het gezicht niet kan zien. Doe normaal. Ja. Dus, ik zeg, ik sta hier gewoon gewoon gebruik te maken van mijn burgerrecht om op de openbare weg dit gewoon gade te slaan. Nou ja, en maak dat je wegkomt. En nou ja, en Halsema terrorist. Nou, ik weet niet wat ze allemaal gebruld hebben. Maar de meerderheid was niet Nederlandstalig. Nee, dat zag ik in je tweets. Arabisch, ja. En Engels, hè? Arabisch en Engels, heel veel. Ook, er waren ook chants die in het Arabisch waren. Bart is echt meegegaan. Die heeft echt boven op de ME gestaan. En wij moeten echt allebei zeggen dat wij vinden dat de politie zich keurig heeft gedragen. Zo beheerst. Zo gericht ook de echte rapdraaiers ertussen uitpikken. Dat was echt heel professioneel. En ze kwamen overal vandaan. Het was een landelijk team. En niets dan hulde voor de ME en de politie. En wij stonden er bovenop, hè. Want ik zie nu alweer ouders die van alles brullen. En advocaten die gewoon op hun advocatenkantoor hebben gezeten. Zo van, ja, de media laten alleen maar de kant van de ME en de politie zien. Nou jongens, ik heb er echt bovenop gestaan. En ik heb gezien hoe ongelooflijk correct ze hebben gehandeld. Ik heb onder het schuin gezeten. Want op een gegeven moment toen de ME door één blokkade heen ging, toen begonnen de bezetters van dat brandweerschuim. Die hebben die brandweer blussers hebben ze van de muren gehaald. Ja. Dus dat blusschuim inderdaad. En dus ik zat ook onder dat schuim. Maar je had geen ammonia? Geen ammoniak? Nee, dat was later. Okay. Maar wij zijn ook inderdaad nog, nadat dat helemaal ontruimd was, zijn ze naar het Rokin gegaan. En daar hebben wij ook nog even gestaan. En toen kwamen er ook, zeg maar, de jongetjes uit Amsterdam-West bij. En dat werd zo grimmig. En toen hadden we daar al 4 uur gestaan of zo. En waren al 4 uur bezig geweest dat we het wel mooi vonden. Maar het is, weet je Joop, ja, het is een mengeling van die woke studentjes. Van meelopertjes, schaapjes. Heel veel hoofddoekjes en mensen uit het Midden-Oosten, zeg maar. En wij hadden ook op een gegeven moment gesprekken, toen wij even ergens rustiger zaten, met die kinderen. En Bart ging echt met ze in gesprek. Ik had daar echt gewoon op dat moment de kracht niet voor. Maar ze weten helemaal van niets. Ze weten echt helemaal van niets. Dat geloof ik toch niet. Ze hebben totaal geen kennis. Nee. Ze hebben totaal geen kennis over hoe dit is ontstaan.
Het zijn gewoon 99% zijn meelopertjes. Die hebben echt zoiets, we doen iets goeds voor de planeet, weet je wel. Ja, ja. Want we zijn tegen Israël, maar ja. Ze hebben geen flauw benul. Kwamen we ook nog jongens tegen, een jongen tegen, ook die zat bij de harde kern. Wij liepen later richting het spui om terug te lopen naar huis. En kwamen zo'n jongen op het spui tegen en... ook met zo'n, nog steeds helemaal met zo'n kavia voor zijn gezicht. Met andere woorden, ik wil niet herkend worden. Nou, hij was al lang al, het feit dat hij die kavia had, wist je waar hij vandaan kwam, zeg maar. Ja. Voor zijn gezicht. En die wilde ook met ons in discussie. En die had, zag Bart, die had zijn perskaart nog om, dus... heb jij het ook gezien? Heb jij het ook gezien? Ja, zegt Bart, ik heb het ook gezien. Waar werk je dan voor? Nou, voor het NIW, hè, het Nieuw Israëlitisch Weekblad. historisch, hè Joop? Yeah. Oh, nou, dan zijn jullie ook voor ons, hè? Want de echte Joden zijn ook voor ons. Nou, zegt Bart, ik ben niet Joods en dat is zij wel. En wij kunnen je verzekeren... dat 90% van de Joden hier het helemaal niet mee eens is. Ja, maar mijn matties wel hoor, zegt die jongen. Dus Bart zegt van, en hoeveel matties heb je dan? Ja, een stuk of 4. Ik zeg, man, je hebt geen flauw idee waarover je praat. Ja, maar de Joodse mensen met wie ik omga, die zijn allemaal hiervoor hoor. Ik zeg, joh, je zit helemaal in je eigen bubbel. Je hebt geen flauw idee. Het is niet te geloven. Dus ze hebben echt geen flauw idee, joh. Ze weten misschien niet eens waar Israël ligt op de kaart. Kunnen ze niet eens aanwijzen. Nou ja, inderdaad, je gaat je afvragen. Weten ze wel over welke zee ze het hebben en welke rivier ze het hebben? Ja. Er was ook nog een jongen. Ik heb hier allemaal docenten gezien. Ik heb allemaal docenten gezien. Die hebben daar allemaal aan meegedaan. We gaan dat ook even verzamelen. Eens even kijken welke docenten hier nou aan deelnemen. Hè? En we hadden natuurlijk daarvoor al die rector gezien van de UvA. Die met die jongens onderhandeld hadden. En nou ja, dan zie je dus ook, je ziet een scheidlijster met zijn glimlachje. En ja, we hebben onderhandeld, maar we weten het niet en weet ik veel. Ik heb echt zoiets van, jongens, waar zijn we mee bezig in dit land? Ja, moet hier gewoon korte metten meemaken, want hoe meer je hieraan toegeeft, hoe breder dit wordt. Ja, maar dat wordt het al, want er is nu opgeroepen om volgende week bij Erasmus Universiteit hetzelfde te gaan doen. We hebben natuurlijk ook Utrecht gezien, hè? Het is ook in Utrecht. En er is vanmiddag geloof ik ook weer een demonstratie op een of andere snelweg voor het klimaat en tegen politiegeweld. Ja, Extinction Rebellion. Ja, die doet ook mee. Maar als je dan ziet die vernielingen die zijn aangericht en die bekladdingen. Het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Monumentaal gebouw. Ze hebben het helemaal ondergekladderd. Ze hebben... de straatstenen eruit gehaald. Nou ja, iedereen heeft dat kunnen zien. Ik had zelf het idee... het deed mij heel erg denken aan 1980. Tijdens geen woning, geen kroning. Toen zat ik er toevallig ook middenin. Ja. Want op een of andere manier weet ik altijd precies... Jij weet precies op het juiste moment. Het juiste moment is er. Toen heb ik ook tussen het traangas gezeten... terwijl ik gewoon alleen maar van plan was om naar de Dam te gaan. Toen was ik 16. En toen zat ik er ook middenin, ook op het rock-in. Ja. En daar deed het mij heel erg aan denken. Ja. Maar dit zijn jongeren die gebrainwashed zijn. Die natuurlijk mogen demonstreren tegen de regering Netanyahu. Maar daar heeft dit helemaal niets mee te maken. Nee. Zoals Erik van den Burg, de staatssecretaris, zei... er is een totale etnische zuivering bezig in Nagorno-Karabach. En daar hoor ik ze niet even over. Nou, ik ben ervan overtuigd dat
heel veel van die demonstranten die er gisteren waren, niet eens weten waar Nagorno-Karabakh ligt. Nee, precies. Hij zegt, daar hoor je ze niet over. Je hoort ze niet over, wat zei hij nog meer? Hij noemde nog een voorbeeld. Hij zegt, dit gaat over één ding. En toen zei de Pound-verslaggever Sarah Bakker, die er gisteren ook was, die zei antisemitisme. En toen zei Erik, precies. Ja. En dat is gewoon zoals het is. Zo is het ook. En dat kan je ook zien door het feit dat er bijvoorbeeld in Dordrecht stolpersteinen uit de straat zijn gehaald. Ja, nou ja, we weten dan weer niet wie dat gedaan heeft. Maar dat is het sign of the times. En dat is wat je ziet. Ja. En we hebben ook een politiebusje gevonden. Dat zijn we nu aan het uitvogelen. Ze hebben de politiebusjes natuurlijk volledig beklad. Nou, ik hoop dat ze met een tandenborsteltje die politiebusjes persoonlijk moeten gaan schoonmaken. Maar er staat ook ergens in het Arabisch en in het Hebreeuws staat een kreet. En dat is dan Abu Obeida komt terug. En Abu Obeida is dan een, of zal komen in die strekking. We zijn nog even de precieze tekst aan het uitveugelen, zowel in het Arabisch als in het Hebreeuws. En dat houdt in, Abu Obeida is Hamas, is een Hamas vertegenwoordiger. Dus ze zijn, het is gewoon Hamas wat daar staat. Ja, natuurlijk. Ze zijn gewoon pro-Hamas. Dit gaat helemaal niet over de Palestijnen. Nee. Jan-Jaap de Ruiter zei het ook in een artikel in de Telegraaf. Jan-Jaap de Ruiter is ook een Arabist. Die zei van, ik wacht op de dag dat we met Palestijnse en Israëlische vlaggen samen kunnen demonstreren tegen Hamas. Nou, dat heb ik dus ook tegen een aantal van die leerlingen gezegd. En dan staan ze hier, van die studenten gezegd. En dan staan ze je aan te kijken alsof ze het in Keulen horen donderen. Ja. Alsof ze het in Keulen horen donderen. Ja. Maar de grootste leider erachter is Samidoun. Samidoun, die in Duitsland en andere landen verboden is, hier in Israël ook, want het is een terreurclub. En die, die zit hier achter in Nederland, daar wordt toegestaan. Ja. Nou ja, ik weet dat er inmiddels ontzettend veel foto's van de aanstichters en van de leiders en van de sleutelfiguren. En inderdaad, Samidoun is daar aanwezig, hitst de zooi op. En ik begrijp niet dat Samidoun hier in Nederland nog niet verboden is. Want die club moet gewoon verboden worden. Precies. Die club vergiftigt jeugd. Het is een conctie van extreem links. En dit soort islamistische organisaties. En seculiere aan terrorisme verbonden organisaties. Zoals de FLP en zo. We zien notabene dat er een, ik geloof dat die Dekker heet, dat is ook een docent aan de UvA, die wordt opgevoerd als onafhankelijk wetenschapper bij Nieuwsuur. En dat is notabene iemand die op de flotilla mee is geweest in Gaza. Dus je kunt helemaal niet spreken van objectieve, onafhankelijke personen. En die worden allemaal door Nieuwsuur en andere televisieprogramma's naar voren gehaald, weet je. Ja. Dat hebben we natuurlijk ook gehad met die Koos van Dam, hè? Ja, precies. Die voormalig ambassadeur waarvan niemand zegt dat hij gewoon verbonden is als woordvoerder aan de Ruitsforum van Dries van Acht. Precies. Dat gebeurt voortdurend daar in Hilversum. En als je dus geen verstand van zaken hebt, dan slik je het allemaal voor zoete koek. Ja. Ja, kijk, ik kreeg gisteren nog een hele file toegestuurd van NGO Monitor. Ik heb er ook in een tweet naartoe verwezen. Waarin dat precies uit wordt gelegd, de Europese tak van Samidoun. Maar ook de Nederlandse tak. Die man die Dobbe heette, geloof ik. Of Bodden. Ja, die, Dobbe, ja. Ja, die dinsdagavond bij Nieuwsuur was. Die staat op een foto bij het graf van een van die leiders in Libanon. Ja, daar is het ook van. Het is niet te geloven, het is niet te geloven. En die hebben gewoon de vrije hand in Nederland.
Die kunnen doen en laten wat ze willen. Je houdt het niet voor mogelijk. Nou ja, wat ze vooral kunnen, en dat is nu het resultaat wat je ziet, is dat die docenten op die universiteiten, dat zijn allemaal activisten. En dan kan Rob Dijkgraaf van de minister van Onderwijs wel zeggen van de universiteiten moeten een plek zijn van debat en discussie. En dan denk ik, man, je begrijpt het helemaal niet. Want niemand durft dat debat of die discussie meer aan te gaan. Nee. Want je wordt gewoon door je docenten terugverwezen. Docenten die jou moeten begeleiden met je proefschrift en weet ik veel wat niet allemaal. Je hebt het les niet meer eens om je mond open te trekken. Nee. En er wordt ook geen les gegeven. Er wordt totaal geen les meer gegeven nu. Niet in Amsterdam, niet in Utrecht. Het is één grote puinhoop. Docenten schrijven ook gewoon naar studenten. Als een student zegt, ik wil meedoen aan de protesten. Dan zegt een docent gewoon van, oh, goede zaak hoor, ga je gang maar. Ja, het is... ik ben trots op je dat je zo voor de goede zaak staat. Ja, ja. Nou jongens, we zijn helemaal van God losgezongen. Ja. En dan vraag ik me af welke goede zaak. Want er zijn gisteren getuigenissen geweest van... ex-gijzelaars en mensen die hun kinderen, hun familie hebben verloren op 7 oktober. En wat daarna is gebeurd. En als je die verhalen hoort, ja, ik kon ze niet eens uitlezen. Echt niet. Het is de meest afschuwelijke, onvoorstelbare dingen die deze mensen hebben moeten doorstaan. Echt waar. Echt waar. Joop, ze zijn er niet in geïnteresseerd. Nee. Ze zijn er niet in geïnteresseerd. Nee. En als je kijkt naar het aantal slachtoffers aan Israëlische kant en aan Gazaanse kant, dan zijn het aan Gazaanse kant natuurlijk veel meer slachtoffers. Ja. 7 oktober is al lang verdwenen in het geheugen van de mens. Ze zien dagelijks die andere beelden, al dan niet uit Gaza, hè, want er zit een heleboel uit Syrië bij en weet ik veel. En ze worden gewoon daarmee gevoed. Ja, er was één getuigenis van een vrouw, heel kort, op 7 oktober. Haar man verdedigde zijn gezin en het huis, werd doodgeschoten. Toen vonden ze in de kamer van een van de dochters een IDF-uniform. Toen schoten ze die dochter ook dood. Toen werd die vrouw met haar overgebleven 3 kinderen gedwongen rondjes om dat lijk te gaan lopen, voordat ze werden ontvoerd. Hoe vind je die? Het is toch vreselijk? De vreedheid wat op 7 oktober is gebeurd, kent zijn weerga niet. En wat ik dus op een van die politiebusjes zag, is dat er nu staat 7-10-2025. Met andere woorden, we gaan het gewoon herhalen. Dat staat op een van die politiebusjes hier in Amsterdam. Ja, maar hier. Ik heb de foto van. Hier wordt met angst en beven uitgekeken naar 15 mei, komende woensdag, Nakba. Want er is aangekondigd dat er dan het een en ander zou gaan gebeuren. Wat 7 oktober zou overtreffen op de Westbank. Dus ja. We krijgen eerst Yom HaZikaron natuurlijk. Dat is zondagavond tot maandagavond. Dat wordt ook al heel moeilijk. Want er zijn natuurlijk enorm veel doden bijgekomen. Ja. Ik moet maandagmiddag voor het eerst naar een van de zoons van mijn zwager, Alain. Want die is zijn zoon verloren in oktober. Doodgeschoten, net getrouwd, 25 jaar. Nou, dat wordt heel moeilijk. Dat is in die familie, in die tak van de familie, 2 gesneuvelden. En dan hebben we Yom HaTzmaout, die totaal anders zal zijn van andere dagen. Want er is geen vuurwerk, er is geen flyover, er zijn geen feestelijkheden. Ja, in buurten wordt wat gedaan, maar landelijk gebeurt er niks. Het is alleen een vrije dag. Want er is te veel rouw. Je zoekt troost bij elkaar. Ja. En daar hoort er op dit moment geen groots vieren bij. Nee, absoluut niet. Dat begrijp ik volledig. Er staat ook niemands hoofd naar op dit moment. Nee, nee, nee. Dat is gewoon helemaal duidelijk. Ik weet ook niet wat ik maandagmiddag daar moet zeggen, hoor. Het is elk jaar moeilijk.
Maar nu zijn het er twee. Ja, en het wordt eerst bij die ouders dan. Ja, dat wordt gewoon moeilijk. Dat wordt heel moeilijk. Joop, je hoeft niets te zeggen. Je hoeft er alleen maar te zijn. Ja, ik ga er ook naartoe. Ik ga er absoluut naartoe. Maar je hoeft er alleen maar te zijn. Ja. Je hoeft niets te zeggen. Nee. Dat leed is niet onder woorden te brengen. Nee. Dus je hoeft niks te zeggen. Nee, nee, nee. Weet je? Nee. Maar ja, dat zijn dan van die momenten die in Nederland, waar in Nederland totaal geen weet van is, wat er hier landelijk allemaal gebeurt aan de hand is. Er is vannacht weer een soldaat gesneuveld, die was geraakt door een mortier of raket van Hezbollah gisteren. Die is gesneuveld, een jongen van 20 jaar. En dat gaat elke dag zo door. Kerem Shalom, de belangrijkste grensovergang naar Gaza voor de hulpgoederen, is gisteren opnieuw voor de zoveelste dag. Ja, hij was geopend, maar hij is weer beschoten gisteren, nadat hij geopend was. Loopt iedereen te klagen dat die hulpgoederen niet Gaza in kunnen komen. Ja. Het is de omgekeerde wereld, Joop. Ze willen het niet. Ze willen geen hulp, Hamas. Ze willen het gewoon niet. Hamas wil geen hulp. Hamas wil die zielige foto's van verhongerende mensen. Juist. Honger is er genoeg. Juist. Dat willen ze gewoon, want dat creëert in dit hele naïeve Westen, bij die studentjes zoals ik ze gisteren heb gezien, creëert dat, oh schande, schande, schande. Ja. Overigens één ding, Joop. Ja. Een heleboel, heb ik op Twitter langs zien komen. Een heleboel mensen denken dat er Auschwitz is gebruld. Ja, dat is niet gebruld, hè? Dat is niet gebruld. Ik stond er middenin. Ze brulden, en soms was het echt niet te verstaan, hoor. Ze brulden our streets, our streets. Ja. En dat betekent, wij hebben de straat in handen. Ja. En niet de politie. Dat is wat ze brulden. Ja, ik zag de rectificatie van Geen Stijl al vanmorgen langskomen. Ja. Die hebben het artikel ook weggehaald. Ja, ik heb er middenin gestaan. Ja. En Annabel Nanninga, die stond dus naast me. We hadden echt zoiets van, wat brullen ze nou? En toen waren we dichterbij en toen hoorden we heel duidelijk dat het ging om our streets. Ja, ja. En niet om our streets. Nee, precies. Dat maakt nog wel even wat verschil, dacht ik zo. Ja, zeker. Ja. Zeker. Maar kijk, dat dit lang van tevoren is voorbereid, is nu wel duidelijk. Dit is wereldwijd. Dit is georganiseerd. En ja. Er zit geld achter. Ja. En weet je, je mag demonstreren wat je wil. Maar als je de vernielingen ziet in en om dat UvA-terrein, in Hartje stad, het is dat arme, prachtige huis aan de Drie Grachten, dat hele monumentale pand uit de 16e eeuw. Ja. Eind 16e eeuw. Dat zat er middenin en ik had angst en beven voor dat pand. Ik denk als dat pand maar niet beschadigd wordt, want dat is echt een monumentaal en heel belangrijk pand hier in Amsterdam. Je weet, ik heb nogal eens iets met architectuur en zo. Dus ik had echt zoiets van, jongens, waag het niet. Maar nogmaals, ik wil alleen maar zeggen wat ik heb gezien en ook wat Bart heeft gezien aan gedrag van de ME'ers en van de politie, kunnen we niet anders zeggen dan hulde. En we moesten ontzettend lachen op een gegeven moment. Want ze waren dus 3-4 keer gewaarschuwd, hè, om te vertrekken. Ja. En dat deden ze niet. Dus op een gegeven moment, na de vierde keer, ging dus de ME en de politie naar binnen. En toen begonnen ze te chanten, let us go, let us go. Ik denk, ja jongens, we hebben zo'n 3 keer goede waarschuwing gekregen. En nu moeten jullie ineens weg? Ja. Weet je, het is van de zotte. Ze scanderen aan de ene kant intifada en aan de andere kant ceasefire. Nou, wat wil je nou, jongens? Het is het een of het ander. Weet je, het is ongelooflijk. Nou, ze hebben natuurlijk totaal geen respect voor de geschiedenis, want ze hebben die gebouwen zo beklad en zo vernield en die stenen uit de straat gehaald. Ik vind dat vreselijk. Ik vind dat echt vreselijk. Ja.
Nou, het enige, wat dat vertelde Bart dus ook, het enige waar hij versteld van stond, want die is natuurlijk, toen dat gebouw al leeg was, is Bart binnen geweest. Hè? Bart is tot ja. op het dak geweest. Ja. Die kwam daar notabene Jazi Veldhuizen tegen. Die jongen die zich afgescheiden heeft van Bijeen op het dak. Die stonden met z'n tweeën op het dak. En ik had echt zoiets van, oh Bart, alsjeblieft, want ik heb zelf enorme hoogtevrees. Maar Bart is ook niet voor een kleintje vervaagd. Die kent gevaar. Die kent ook weinig angst. Ik had alleen maar angst dat hij naar beneden zou vallen. Hij heeft wel een mooie foto gemaakt trouwens vanaf dat dak. Ja, hij heeft prachtige foto's zo. Gemaakt. We hebben veel minder getwitterd dan wat we daadwerkelijk gemaakt hebben. Want het was natuurlijk een heksenketel. En wat we afgesproken hebben was dat Bart, ik heb natuurlijk zelf foto's gemaakt van beneden. En Bart heeft foto's gemaakt van toen hij met de ME door dat cordon enzovoorts heen ging. Ja. En die heeft naar mij geappt, zodat ik ze kon twitteren. Ah. Want Bart moest natuurlijk heel goed uitkijken van waar loop ik en waar sta ik. Maar hij stond er met zijn neus bovenop. Ja. Dus we hebben veel meer foto's ook dan dat we uiteindelijk getwitterd hebben. Maar Bart is dus ook in die een soort feestzaal geweest van de UvA. Monumentaal pand. En daar was natuurlijk, het was één grote teringbende. Het was gewoon echt een kraakpand met allemaal leuzen op de tv-screens. En die kunnen ze allemaal weggooien. En wie gaat dat vergoeden? Wie gaat dat vergoeden? Nou ja, dat vind ik dus. Het wordt hoog tijd dat dit soort jongeren gewoon de consequenties nemen van hun daden. Ja. Er zijn foto's gemaakt, pak ze op en laat ze het maar betalen. Ja. Laat ze het maar. Dit heeft miljoenen gekost, Joop. Niet alleen al die ME'ers en die politiemensen die zometeen ook natuurlijk die overuren hebben gedraaid. De straatstenen, het moet allemaal opnieuw bestraat worden. Dat hele gebouw, dat moet gewoon weer totaal worden hersteld. Het grappige was wel dat Bart vertelde in die zaal, daarachter is een soort bar en daar stonden wel de glazen nog overeind. Oh, dat dan weer wel. Ja, dat dan weer wel. Maar ja, verder totaal ondergekalkt met Queers for Palestine. Ja. Ik denk, jongens, jullie hebben geen flauw idee waar je het over queers, hebt. Queers for Palestine. Ze worden meteen de eerste seconde van het dak afgesodemieterd. Het is van een naïviteit. Ja. Het zijn schaapjes. Het zijn schaapjes. Ja. Ja. En dan moet een universiteit, moet een opleidingscentrum zijn waar je zelf onafhankelijk leert nadenken. Nou, daar zie ik verdomd weinig bewijs van, Joop. Ja, dat kon je gisteren wel merken. Daar is helemaal geen bewijs voor. Ik bedoel, ga een normale discussie aan. Dat moet kunnen. Maar dit heeft niets met demonstreren te maken. Dit is gewoon zuiver relschoppen. Zuiver laten zien, wij zijn sterker, de islam of de moslims. Want daar gaat het om. Want je bedekt je gezicht niet als je gaat demonstreren. Klaar. Doe dat met open vizier. Maar nou, niet... dit zijn gewoon een heleboel woke, gewoon kindjes uit Blaricum en weet ik veel wat niet allemaal hoor. Nou, dan kunnen ze het betalen. Gewoon, die hebben waarschijnlijk een ontzettend leeg leven en die willen op een of andere manier een daad stellen dat ze iets goeds doen voor de wereld. Maar ze hebben helemaal niet door dat ze geen kennis van zaken hebben. En dat ze dingen schreeuwen en dingen over oordelen waar ze helemaal niet over kunnen oordelen. Nee. Wat ik heb gehoord van deze mensen, als ik al met ze sprak, was een ongelooflijk gebrek aan kennis. Ja. En een jodenhaat. En een jodenhaat. En nou ja, het is natuurlijk inderdaad zo. Niemand vraagt zich af van waarom doen we dit wel voor Gaza, maar waarom doen we dat niet voor de Oeigoeren, voor Soedan, voor inderdaad, zoals Erik van den Burg zei, Nagorno-Karabakh. Maar ja, daar maken islamieten de enclave vrij van christenen. Dus dat is niet interessant voor ze. Nee. Dat is niet interessant. Nee.
En niemand vraagt zich af, hey, waarom dan niet? Waarom dan niet? Het is echt, dat zei ik dus ook tegen, en toen wilde ze ook in discussie met me. Nou, ik had daar op dat moment gewoon geen behoefte aan, want je moet gewoon ook, als je daar midden in die zooi staat, moet je heel erg gewoon opletten. Hè? Want er waren agressieve kereltjes die inderdaad me een enorme schouderduw op een gegeven moment gaven. En gelukkig stond ik goed op mijn benen, dus... weet je, ik lach daarom. Maar je moet het wel in de gaten houden. Er was trouwens één erg leuk ding op een gegeven moment. We waren door de ME waren we naar de Nieuwe Doelenstraat geleid. En daar stonden dus ook nog allemaal van die demonstranten te scanderen en zo. En daar was een pand van op 4 hoog. En daar ging een raam open en er kwam een meneer tevoorschijn met een grote emmer water. En die gooide dat water over die demonstranten heen. Zo van, gaan jullie maar afkoelen. En later had hij op zijn raam een A4'tje geplakt met een grote daverster. Ja, dat zag ik, die foto. Mooie foto trouwens. Ja, mooie foto. En waar we ook erg om moesten lachen was... een stijl heb ik ook geplaatst op Twitter. Die hadden van die aluhoedjes op, weet je wel. Ja. Zo van, let us aluhoedjes go. Met andere woorden, dit slaat helemaal nergens op. Die waren ook erg humor. Dat was echt humor. Maar ja, weet je, demonstreren best. En het gebrek aan kennis is duidelijk. Maar, kijk... net zoals Erik ook zegt en iedereen die naar onze podcast kan luisteren weet dat wij ook beslist geen fan zijn van Netanyahu. Nee. Maar sloop de boel niet. Nee, precies. Sloop de boel niet en heb gewoon respect voor het gezag. En dat is er gewoon niet. Nee. Als je hoort wat er tegen die politieagenten werd gebruld. Fascisten, Halsema terrorist... ga zo maar door. Ja, en ze werden bespuugd, hè? Ik heb filmpjes gezien waarin ze gewoon spugen naar die agenten. Ja, nou... Het is van een... het is losgeslagen, Joop. Het is totaal losgeslagen. Ja. Kijk, hier wordt ook gedemonstreerd. Elke avond opnieuw door die familieleden en hun aanhang van gegijzelden. Waarvan ze weten dat de meesten niet meer in leven zijn. En daar treedt de politie ook gewelddadig tegenop. Omdat ze dan de belangrijke Ayalon rondweg bij Tel Aviv blokkeren. En vuurwerk afsteken. Nou, dat mag niet van de politie tegenwoordig. Dat kon een paar maanden geleden nog wel, maar nu niet meer. Maar er wordt niet vernield. Absoluut niet. Er wordt niet vernield. Nee. En er worden ook geen gezichtsbedekkingen gedragen. Men doet het met open vizier en met naam en toenaam. Ja, dat is dus ook waar ik versteld van stond. Al die bedekte gezichten, al die mondkapjes. Echt, het leek hoog coronatijd. Ja. Dan denk ik van, als je nou demonstreert en je vindt dat je in je recht staat, waarom laat je dan gewoon je gezicht niet zien? Precies. Precies. Waarom laat je niet gewoon je gezicht zien? Nou, omdat je wat te verbergen hebt. Heel simpel. Ja, of omdat je bang bent dat je later bij een Joods bedrijf solliciteert... en dat ze er dan achter komen dat je daartussen hebt gestaan. Ja. Ja. Dan moet je dan bij een Joods bedrijf. Ja, en wat doen ze met een smartphone waar allerlei Israëlische technologie in zit? Ja, weet je, dat zeggen we voortdurend. En je ziet dat ze dat helemaal niet interesseert. Nee. Maar deze studenten zijn dus wel... de docenten en de hoogleraren van de toekomst ook, hè? En politici en zakenlui. En ze gaan allemaal in het bestuurslagen zitten, worden ambtenaar. Dit is de toekomst van Nederland. Ja. Nou ja, maar je ziet het ook in andere landen. Amerika, 40 universiteiten. Ik bedoel, dat zijn allemaal toekomstige leiders, toekomstige zakenmensen, politici. Ik zie met angst en beven de toekomst van de wereld tegemoet, bij wijze van spreken. Want als deze mensen niet veranderen, dan wordt het alleen maar erger. Nou ja, dat is dus het grote probleem, Joop.
Hoe lang duurt het voordat ze zien dat ze hier misschien zich over 3-4 jaar toch wel een beetje voor gaan schamen? Ja, ik weet het niet. Ik durf geen voorspelling te doen hoe lang dit gaat voortduren. Maar ik denk niet dat we er snel vanaf zijn. Daar ben ik bang voor. Nee, dat weet ik wel zeker. Ja. Dat weet ik wel zeker. Ja. Dat weet ik wel zeker. En helemaal naar de aankondiging van Galant gisteren van... Ik wil de bewoners van het noorden, die ruim 80.000 mensen, zo snel mogelijk terug laten keren. Maar hou maar rekening met de grote kans dat we een hele hete zomer gaan krijgen. Nou, dan weet je al genoeg. Mm-hmm. Dan weet je al genoeg. Ik bedoel... Ja, dan... nou ja, Joop, ik heb ook gezien. En het was gisteren en eergisteren aan één stuk door alarm op onze telefoon. Ja. Aan één stuk door. Ja. Dus ik zat met allerlei mensen aan de telefoon. Die zeiden van, wat hoor ik nu, wat hoor ik nu? Ik zeg, ja, dit zijn de alarmen die in Israël op dit moment afgaan. Dit is real time. Het gaat constant door. Constant. Het gaat constant door. Ja. Ja. Dat hele noorden, er zijn zoveel doden al gevallen. Burgerslachtoffers, als wel militairen. Maar ook zoveel huizen al beschadigd. Panden beschadigd. Want het zijn, als ze praten over drones, dan zijn het drones waar tientallen kilo's explosieven in zitten. Raketten, daar zitten explosieven in. En die moet je wel proberen tegen te houden. Nou, dat lukt niet altijd. Ze hebben gisteren een militair complex gebombardeerd vanuit de lucht in Zuid-Libanon. Ik heb daar een video van online gezet en dan zie je... De na-explosies, wat betekent dat onder de grond een enorme hoeveelheid munitie lag. Ja, ja. Dus, ja. Ja, maar dat is allemaal, Joop, voor de fijnproevers. Ja, maar het is wel de realiteit. Dat is jullie realiteit, maar die drinkt hier niet door, hoor. Die drinkt hier niet door. Nee, dat heb ik al lang in de gaten, jammer genoeg. Ik bedoel, jij en ik, wij proberen daar wat aan te veranderen, maar men wil het niet zien. Nee. Men wil het niet zien. En ja, wij zijn er voorlopig, zitten we er middenin en we zijn er niet vanaf. En er zijn nog elke dag militairen die sneuvelen. En we worden nog elke dag beschoten. De grensdoorgang waar de hulpgoederen doorheen gaat, wordt al 3 dagen lang beschoten. Hij is open, er gaat genoeg doorheen. Maar ze willen het gewoon niet. Ze willen, PR-technisch gezien spelen ze dat heel goed, Hamas. Moet je horen, al dit soort demonstraties werken verlenging van het conflict in de hand. Absoluut. Helemaal mee eens. Ja. Ze bereiken het tegenovergestelde van wat ze willen bereiken. Juist. Dit soort demonstraties, dit soort heksenketels hier in het Westen. Ja. Daarmee speel je Hamas in de kaart. Tuurlijk, want die zien dat ook. Die zien dat ook. Het is groot in het nieuws, hè, elke dag in Israël, Amsterdam. We hebben alles kunnen zien, foto's, video's, noem maar op. Het is op televisie, het is in de Hebreeuwse en Engelstalige kranten. Het wordt constant gebracht. En Hamas ziet dat ook. En die zegt, ha, lekker, we worden gesteund in Amsterdam. Natuurlijk. Iedere dag dat dit langer duurt, wordt Israël meer gedemoniseerd. Ja. En komt Israël meer alleen te staan. Want dat is ook nog het grote probleem wat erbij komt. Ja, nou ja, zeker nu met Biden in een verkiezingsjaar. Ja, dit is niet te geloven, die Biden. En Trump maakt daar weer gebruik van door te roepen... Biden met zijn beslissing stort de wereld richting derde wereldoorlog. Dus ja... Ja, weet je, dat soort grote uitspraken... Dat krijg je nu. Je weet, daar ben ik niet van. Ik ook niet. Maar hij zegt het wel. Ik weet in ieder geval dat... ik heb gisteren natuurlijk ook getwitterd. En hier in Nederland hebben normale mensen met afgrijzen zitten kijken naar wat er gisteren gebeurd is hier in Amsterdam. Dat zie ik ook in de reacties. Ja, dat zie ik in de reacties. Hoe haal je het in je hoofd om ME'ers te besproeien met ammoniak? Ja. Hoe haal je het in je bottenhersens? Ja. Hoe haal je het in je bottenhersens? Ja, maar dat heb je niet zomaar in voorraad. Dat heeft niets te maken met vredelievende demonstraties. Nee.
Het heeft niets te maken met vredelievende demonstraties om tegels uit straten te halen, om monumentale gebouwen te vernielen. Dat heeft niets te maken met vreedzame demonstraties. Nee. Houd toch op. En Nederland ziet het. Ja. Men ziet het. Ja. Ja. Maar het is van groot belang. Van groot belang. En ik hoop echt dat de AIVD ze ontraden heeft. Het is van groot belang om Samidoun hier in Nederland te gaan verbieden. Net zoals in Duitsland. Want dat is een stel islamisten van het zuiverste water. Samidoun heeft, heb ik ook op mijn Twitter-account gezet. En jij waarschijnlijk ook. Die poster van Glory to the 7th of October. Ja. Het zijn pure terroristische inslag. En daar moet gewoon daar moet gewoon paal en perk aan worden gesteld. Ja, maar deze regering schijnt er niet voor te voelen op dit moment. Als je al over een regering praat in Nederland. Nou, ik weet, er is emotie geweest van de week, die is afgeschoten. Maar ik weet dat er een nieuwe motie in de maak is. Oh, nou, dat zou mooi zijn. Er is een nieuwe motie in de maak. En meteen oppakken, dat spul. Meteen oppakken. Nou ja, dat is die jongen met... er was dat filmpje op Roeters Eiland. Een van die jongens die dus met die stokken die Joodse jongens aanviel. Ja, dat verhaal staat in de Telegraaf met foto en al, hè? Vanmorgen. Ja, die is opgepakt, maar die was niet de volgende dag alweer vrij rond. Ja. Ja, die hadden ze dus vast moeten houden en moeten laten beginnen met schoonmaken en het vergoeden. Haal je rekening maar leeg, je bankrekening, en kom maar op met het geld. Ja. 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 Nou, inderdaad hoor. Ook iedereen die heeft lopen vernielen. Jongens, corvée. Ja. Corvée. Gewoon corvée. Je steekt je uren er maar in en je haalt je spaarrekening maar leeg. Of ja. Je studiebeurs lever je maar in. Ja, precies. Gewoon zorgen dat je de verantwoordelijkheid neemt voor je daden. Ben je nou helemaal gek geworden? Juist, precies. Ja. Nou, Joop, we zijn het weer heel erg met elkaar eens. We zijn het weer met elkaar eens. En ik denk dat de luisteraars hier ook veel van hebben opgestoken. Want er is genoeg nieuws verteld. Hè? Dus de realiteit. Het is, de realiteit. Niet eens vers van de pers, maar heet van de naald. Heet van de naald, absoluut. Ja. Ja, ja. Ik kan me voorstellen hoe jij je voelt. Ja. Ja. Nou ja, kijk, op dat soort momenten is het gewoon duidelijk dat je heel nuchter moet blijven. En ook vertrouwen moet hebben want de ME, ze wisten goed wat fout was en wat oké was. En nogmaals hulde, want het is ook wat hoor, met die pers om je heen als ME, dat je ook rekening moet houden met, oh, dat zijn mensen van de pers, weet je wel, zoals Bart ook er doorheen kon, met zijn perskaart enzovoorts. Dat moet je maar allemaal in een fractie van een seconde doorhebben, hè? Ja, ja, ja. Dus, nee. Maar nou jullie hebben mooi werk geleverd gisteravond. Absoluut. Ja. Ja, het was niet eens de bedoeling, maar we zaten er middenin. Dus dan maar een verslag doen niet. Nou, precies. En dat hebben we ook verspreid meteen. Want ik vond wel dat die foto's van jou en Bart en die verhalen meteen bekend moesten worden. Dus het staat overal op jouw timeline, op mijn timeline, Bart's timeline. Iedereen kan het nazien. En dan, er zijn ook beelden van AT5 waar je voortdurend Bart door het beeld ziet lopen. Ja. Dat is wel ja. Ik kreeg na afloop allemaal telefoontjes van, ik zie Bart, wat doet Bart daar nou? Waarop ik dan antwoord, het bestuur van het NIW ook, wat doet Bart daar nou? Ik zeg, nou ja, Bart en ik allebei, want we staan er middenin. Ben je gek geworden? Weet je, maak dat je wegkomt. Nee, we blijven even. Ja, we zijn journalist, kom op zeg. Kom op. We hadden van tevoren zelf niet geïnformeerd hoor. Nee. Dus dit was een spontane actie. Ja. Nou ja. Ah ja.
Het is in ieder geval bijzonder geweest. Ga lekker genieten van je paar vrije dagen. Doe dat even. Even afkicken. Als het kan. Even iets anders. Ja, ja, even iets anders. Ben ik ook van plan. Ga daar lekker van genieten. En wij, wij spreken elkaar volgende week wel weer, Joop. Nou, en tussendoor ook nog wel. Want er zal wel hier van alles gebeuren, helaas. Denk ik. Ja, helaas. Never a dull moment. Never a dull moment hier. Maar we gaan vrolijk door. Het is niet anders. Oké, man. Oké, iedereen shabbat shalom. Shabbat shalom allemaal. En een rustig weekend voor iedereen. Rustig weekend ook. We hopen allemaal dat iedereen een fijn lang weekend heeft. Want het is hier natuurlijk hemelvaartsdag. Oh ja. En daarom moesten we ook al op maandag naar de drukker. Dus, och jee. Maar fijn weekend. Shabbat shalom. En blijf gezond. Ja, absoluut. Ik spreek je. Dag Joop. Dag Esther. Hoi. Hi man. Hoi hoi.